Hoi, ik ben Kim. Ik werk bij Utrecht Natuurlijk. Hoogwaarschijnlijk kunnen we deze zomer niet op vakantie. En dat betekent dat we vakantie moeten vieren in onze eigen woonkamer of in onze eigen tuin. En daar hoort natuurlijk wat lekkers bij. Daar ga ik jullie zo wat meer over vertellen. Maar eerst heb ik afgesproken met de imker Maarten. Hoi. Van locatie Stadsboerderij Giftsteden. En hij gaat ons wat meer vertellen over honing. Dus we lopen nu naar de bijenstal. We zijn hier in de stal. Hier staan de bijenvolken. En de bijen maken honing. En waarom doen ze dat? Omdat er in de winter geen bloeiende planten of bomen zijn. Dus dan is er geen nectar om te vinden. En daarom verzamelen ze nectar en maken ze daar honing van, zodat ze dat in de winter kunnen eten. Als je al het water uit de nectar haalt, dan hou je eigenlijk de honing over. En daardoor kun je het ook lang bewaren. Kijk, hier wordt de honing verzameld door de bijen, de nectar. En dit witte gedeelte, dat is de honing die rijp is. Daar is het water allemaal uit. Dan maken ze er zo'n wit dekseltje op. Dat zie je hier. En dan kan de honing kan daardoor beter goed blijven, langer goed blijven. Zo'n raampje, als die helemaal vol is, kan die wel een kilo zwaar wegen. En dat zijn 2 potten honing. Jullie hebben net wat meer geleerd over de bijen en zijn honing. Dus wat we gaan maken zijn ijsjes en natuurlijk eentje met honing. Dat kan ook zeker op een vakantie niet ontbreken. Dus we gaan 2 varianten maken. Daarvoor hebben we nodig een ijsjeshouder. De eerste doen we met honing en citroen. En de tweede met aardbei en munt. Dus let goed op, want straks wil je je ouders en je broers en zussen trakteren. Pak een kan. Want we gaan een mengsel maken van citroensap en de honing. En daarvoor heb ik alvast een kan met heet water gepakt, zodat de honing een beetje smelt. Dan de honing. Waar je even een beetje eet, zodat het makkelijk gaat. Ik vind dat er wat zoeter kan, dus ik pak nog een schep honing, maar dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Ik vind het zoet genoeg. Ik hou dus niet van heel zuur, dus ik laat het pakje citroen achterwege. Dan ga je de houder vullen. 1 centimeter onder de rand. De volgende is met aardbei munt. Ik heb de limonade van Sol gemaakt. Daarvoor heb ik deze van Sol gebruikt. Dat zijn natuurlijke limonades met heel veel verschillende smaakjes. Dus kies gewoon wat jij lekker vindt. En ook hoe zoet je hem wil. Dan nog wat munt. Deze moet de vriezer in. Wel heel veel geduld, want morgen kan je pas even minuten. Gelukkig heb ik mijn tentje al opgezet. Hele fijne vakantie en succes met de ijsjes.